Dit zijn vier persoonskamers en er staan vier bedden in, koelkast, tafelstoelen voor mensen. Op verzoek van de verhuurder komen er in Helikonstaten alleen gezinnen te wonen. Er is plek voor zo'n 300 mensen. En de eerste gezinnen verhuizen binnenkort. We willen eigenlijk in de loop van de week eigenlijk de gezinnen die nu nog in 2TC zitten hier rustig aan naartoe verhuizen. Dan zal het ongeveer rond de 200 zijn. En dan die week daarna zullen de gezinnen vanuit Rapel of andere noodopvangen waar het een beetje minder goed voor elkaar is, dat die hier naartoe gaan. Door de komst van Helikonstaten sluit de opvang in het WTC vanaf november. De paar honderd alleenstaanden die er nu nog wonen, moeten dan weg. Maar waarheen is nog niet duidelijk. Op dit moment gaan er veel mensen vanuit de WTC naar de boot, cruiseschip in Velzen en in Amsterdam. Kijken of daar nog plek is voor deze mensen. En anders kijken we weer naar de volgende noodopvang. En dat is eigenlijk een heel groot logistiek proces. En dat noemen we ook bewonerslogistiek die zich daarmee bezighoudt. Die logistieke drukte is een van de kenmerken van de chaos van de asielopvang. Vluchtelingenwerk stapte onlangs naar de rechter om de omstandigheden van vluchtelingen aan te kaarten. De rechter kwam vervolgens met een uitspraak en noemde minimale criteria voor de vluchtelingenopvang. En aan die eisen wordt voldaan, zegt het COA. Toen wij hier begonnen, waren dat ook dingen waarvan we zeiden van ja, dat moet zeker anders. Dus in ieder geval die privacy, die deur op slot, dak boven je hoofd. Wat hier ook heel mooi is, dat we hebben kunnen realiseren dat mensen zelf kunnen koken. Dat is ook gewoon heel belangrijk. Dus eigenlijk kwam die uitspraak er, maar wij voldeden er al aan. Er moet nog het een en ander gebeuren in Helikonstaten voordat het woonklaar is. Maar als het af is, wil het COA daar feestelijk bij stilstaan.